het idee bij het programma is natuurlijk gegroeid omdat Cage in 1912 geboren is. We zijn 100 jaar later. Dus iedereen doet Cage. Hè. Dus dat kunnen we natuurlijk niet echt aan ontsnappen ook als ensemble hedendaagse muziek. Nu, wat wij ons wouden op focussen was op de muziek van Prepared Piano. En dat gaat eigenlijk om muziek die geschreven is in de jaren 30. Tussen 38 en 48 en begin jaren 50. Dus eigenlijk muziek die ontstaan is een beetje uit praktische noodzaak. Hè. Cage heeft in die jaren, werd in die jaren nauw samen met een New Yorkse choreograaf die een heel kleine studio had. En heel graag met percussie wou werken. En dat was niet mogelijk hè, om veel muzikanten in die studio te zetten met al hun materiaal. Maar er stond wel een piano. En Cage had toen de idee om die piano te prepareren. Hè. Dus wat een beetje de klank van een avond bepaalt, is de geprepareerde piano. Hè. Weinig te maken. Hè. Ja, het inbrengen van verschillende materialen. Dat kunnen gommetjes zijn, rubber, schroeven, moeren, bouten, isolatiemateriaal. Je kunt het zo echt niet bedenken, dat komt tussen de snaren terecht. Hè. En die dan de klank heel percussief maken. Dus eigenlijk met één piano, dat was een beetje de opzet. Kun je eigenlijk bijna een heel percussieset vertegenwoordigen. Dus. Maar dat heeft iets naïefs, iets heel fris. Iets, vandaar dat we misschien ons dat thema ontstaan is St. John. Hè. Dus een beetje om die naïeve muziek van het begin, hè, de vroege Cage. Onze storten. Nu dan werden we met een praktisch probleem geconfronteerd. Hè. Veel van die werken die zijn geschreven voor dus prepared piano, maar altijd anders geprepareerd. Dus om die werken ineen en na elkaar te spelen, dat kan niet. Hè. Omdat je telkens een uur nodig hebt om de piano te prepareren. Vandaar 7 piano's. Hè. En waar moeten die dan zetten in een ruimte? Ja, niet allemaal het sound op één podium, dat ziet er dan ook niet uit. Vandaar kwam het idee om met dat Liquid Room concept te spelen. Die format die we hier al uitgetest hebben. De 4 podia in de zaal. Regie in het midden, publiek dat vrij in en uit en of rond kan lopen. En zo konden we die piano's kwijt. Ja, dan heeft elk podium heeft een beetje zijn identiteit. Het grote podium, daar staat de enige piano die niet geprepareerd is. Dus zonder iets in. En daar staan ook de percussies, daar staan ook de grote percussiesets die we voor Amores nodig hebben. Een podium waar de twee piano's zo in elkaar staan. Daar spelen we een werk, 3 Dances. Dat is nog een heel complexe preparatie. Een duo voor twee piano's wat we heel vaak gebracht hebben. Dat heeft een beetje een bijzondere plaats binnen ons repertoire. Daar staat ook de Fender Rhodes. Een instrument dat Cage nooit gebruikt heeft, maar wat we hier een beetje inzetten als kleur, als kleurmiddel of zo. Podium, het kleine podium, waar een beetje die rare dingen staan, de cactussen, de stenen. Daar staat ook de set van de percussionist die dat werk van Bilone speelt voor Spring Drum. Dat is ook een bizar ritueel, maar geschreven een paar jaar geleden, dus iets heel recent eigenlijk. Maar dat toch heel sterk kan bij de sfeer van Cage alleszins. Thank you.
En dan is het vierde podium, dus waar die drie podiums, de drie piano's in trap staan, zo, waar sonates en interludes gespeeld worden. Dat is toch een heel belangrijk werk. Misschien voor mij persoonlijk het mooiste werk voor geprepared piano van Cage.